Yo filmbudders, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe hashtag filmreview op de Filmfabriek. En dit keer is het Nerve. Dit zijn van die films waarvan je de trailer hebt gezien en denkt bij jezelf, ja, daarvoor ga ik mijn agenda erbij pakken en schrijf ik hem erin. Nerve. En het gaat over een onzeker meisje dat zich gek laat maken door haar omgeving en steeds gekkere opdrachten gaat uitvoeren voor het geld. De regisseurs zijn Henry Enron Joost en andere is Ariel de Zemermin Schulman. En die kennen wij vooral van hun werk uit Catfish. En ik moet je eerlijk zeggen, als je Nerve hebt gezien, dan krijg je meteen zoiets als van, deze film doet me toch ergens aan denken aan flow en alles. Aan We Are Your Friends. We Are Your Friends. Wie is daar de regisseur van? Max Joseph. En Max Joseph, haha, die kennen we ook van Catfish. Nice. Verder vind ik deze film heel vet vanwege zijn neonlichten en Dave Franco. Nee, laat ik het zo zeggen, er zijn twee karakters in deze film die ik heel erg interessant vind. En de eerste is Venus. I'm your Venus. Venus is de Mockingjay in Nerve. Denk aan Jennifer Lawrence in The Hunger Games. En met dat heese stemmetje. En pak dan Venus erbij. Het lijkt bijna hetzelfde. Venus heet in het echt Emma Roberts. En zij is de dochter van Oscar-winnaar Eric Roberts. Dus ze hebben ook dezelfde neus. En ze is het nichtje van Julia Roberts. Dat is wel te zien aan die enorme bakkers van ze. Die is precies hetzelfde. Echt enorme mooie lippen. Ja, en toch vraag ik me af waar het acteren vandaan komt, hè. Ja, jeetje. Wat ik wel interessant vind, is dat zowel Dave Franco als Emma Roberts eigenlijk dit avontuur wat ze meemaken in Nerve, nou niet helemaal, maar hun relatie tussen die twee karakters, al een keer eerder hebben meegemaakt in een videoclip genaamd Get Out van shit. Nee, niet van shit. Cults. Cults, go outside, nice. Eén karakter gehad, nog eentje te gaan en dat is Emily. En Emily is het vriendinnetje van Venus en zij komt heel zeker over. Ze is een beetje zo'n one of the guys type, weet je wel. Ze doet alles, is crazy, je denkt bij jezelf, hey, dat is een leuke dame. Maar gaandeweg in de film, hè, denk je echt steeds meer, val alsjeblieft dood! Dood gaan! Dood! DOOD! Nice! Geeft eigenlijk alleen maar aan dat ze het heel goed heeft gedaan. En het geeft ook aan dat de karakters, de verhouding tussen elkaar, ja, zijn goed uitgespeeld. Ik denk dat Nerve een soort waarschuwingsfilm is met een knipoog van, hey jongens, letten we wel op. Laten we onszelf niet helemaal gestoord maken door het internet. En nog één ding, alle informatie die je achterlaat op internet. Deze film laat wel even duidelijk zien dat je gigantisch veel achterlaat over jezelf op het internet. Eén ding wat ik heel realistisch vind in deze film is het feit dat Venus gewoon in één middag slash avondje zo drastisch verandert qua persoonlijkheid. Dat is alsof ik in de middag besluit om vrouw te worden ofzo. Nee, dat is wel heel overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. In de trailer zie je ook de levende YouTube legende Casey Neistat. Wel geteld 2 shots in de hele film. Je hebt alles al gezien in de trailer, dus ga alsjeblieft niet naar de film voor Casey Neistat. Bekijk daarvoor lekker zijn vlog, zo hou je van hem en vind je hem mooi. En vind je deze video mooi, geef dan even een duimpje omhoog. Ik geef in ieder geval deze film 45 sterren. Nee, natuurlijk kan dat niet. Ik geef het, 3,5 ster. Het is vermakelijk. Het is een leuk filmpje. En laat me vooral weten in de reacties wat jij van deze film vindt. En welke film ik de volgende keer moet reviewen. En ben je nieuw, van harte welkom. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want volgende week vrijdag een nieuwe video. See you later, alligator.